Huilen is voor jou te laat zangeres Corrie Konings is in veel Nederlandse huishoudens nog altijd een bekende naam. Dat merkt ze in de sportschool, waar mensen het leuk vinden om haar aan te spreken. Jazeker. De gesprekjes, het groeten en de sociale contacten maken het ook leuk om te gaan sporten, legt ze uit in de party. Corrie moet zich af en toe echt door de fans worstelen. De ene keer word ik door meerdere mensen aangesproken die me herkennen. Dan zeggen ze bijvoorbeeld dat ze me een tijdje niet in de sportschool hebben gezien. Dan leg ik uit dat ik het dan net even te druk heb gehad, maar nu weer lekker bezig ben qua sporten. Toch gebeurt het nu soms ook dat er niemand op of omkijkt als deze beroemdheid de sportschool betreedt. Een andere keer heb ik volstrekt geen aanspraak. Wat vindt ze daarvan? Prima, zegt Corrie, maar ook dan begint ze te praten met de mensen. Soms vraag ik wel eens aan iemand informatie over een bepaald apparaat, dan wil ik weten hoe het werkt en of ik dat ook kan. Wat doet Corrie eigenlijk in de sportschool? Ik wil mijn lijf nog wel wat sterker maken, omdat ik toch ook nog graag een keer wil gaan skiën. De basis van het naar beneden glijden kan ik wel, maar het naar boven lopen, de piste op, dat zal moeilijker gaan. Dus daar doe ik wat oefeningen voor. Corrie zoekt haar sociale contacten dus in de sportschool. Hoe is het met haar liefdesleven? 0,0 haha. Ik hou van heel veel mensen, daar ben ik heel breed in. Is ze op zoek? Nee, ik ben nergens naar op zoek. Ik vind het wel even goed zo. Ik zeg altijd maar zo: het komt op je pad, of het komt niet. Je geeft het een kans, of je geeft het geen kans.